vrienden allemaal. Blij jullie terug te zien. Dames en heren, hartelijk welkom. Plantenliefhebbers, goeie avond. Goedenavond, heel tof dat u kijkt. Ik heb vanavond een heleboel gasten uitgenodigd die één ding met elkaar gemeen hebben. Ze zijn allemaal ooit op tv geweest. Sommigen kent u, van anderen gaat u wellicht nog nooit gehoord hebben, maar daar komt zo meteen verandering in. Kijk, dit zijn de gasten van vanavond. Kijk eens wat een prachtige, onbekende tv-monumenten in ons publiek vanavond. Ik ben heel blij dat ik jullie allemaal gevonden heb. Welkom bij Van Algemeen Nut. Goedenavond, Fatma. Goedenavond. Hartelijk welkom bij Van Algemeen Nut. Jij bent ook ooit op tv geweest? Ik deed mijn best. Nou, we gaan er meteen over spreken. Ja, je zit hier vanavond niet alleen, want er komt ook nog iemand naast jou zitten. Iemand die al heel veel op tv geweest is. Is er iemand, als je zou mogen kiezen, naast wie je graag zou willen zitten? Egal. Van welk land ook. Wel, laat ons beperken tot de Vlaamse televisie, ja? Trump komt niet vanavond. Nee, ik zeg, alle Vlamingen voor mij zijn goed. Oh, dat is een mooi antwoord. We gaan de bekende gasten bijhalen. Ja. Ben je benieuwd? Ja, ja? Zeer. Ja. Okay. Goedenavond, Tom Waas. Goedenavond. Dag, mevrouw. Alles goed? Hallo. Dag, Tom. U weet waarschijnlijk niet wie ik ben. Hè? Ja. Tom is een heel bekende tv-figuur. Die maakt al jaren televisie. Heb je hem ook al gezien? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Ik heb een heel goed visueel geheugen. Alleen uw naam kan ik niet onthouden. Ah, oké. Okay. Ja. Het is een hele moeilijke. Tom Waas. Tom, hartelijk welkom. Ja, jij bent ook al heel vaak op tv geweest. Ja. Hij heeft eigenlijk een programma gemaakt, Reizen Waas. En daarin trok hij de wereld rond. Fantastisch, succesvol programma. Daar schrijf ik mij direct in. Ja, ja, je kunt... kan niet meer doen. Tom was afgelopen zondag nog te zien als reisleider. En binnen 3 dagen is het opnieuw zondag. En dan gaan we hem zien in een reeks undercover, een prestigereeks die van start gaat. En hij speelt daar de hoofdrol. Altijd interessant. Als ik naar België kwam, dan wou ik ook actrice worden. Hè? Is het echt? En dan heeft die man tegen mij gezegd, maar meisje, jij met je accent, dat gaat je niet lukken. Welk accent? Nou ja, ik had natuurlijk... Je hoort het nog, hè? Ik bedoel, met mijn Duits accent. Dat vond hij me niet bijzonder. Ja, maar misschien was de tijd er niet rijp voor. De Duitsers lagen hier lang gevoelig, hè? Ze zijn erover, hè, nu, maar... Oké. Okay. Maar Tom, waar gaat de reeks over? Er zit een drugsbaron op een camping en... ze probeert die te pakken, dat lukt niet. En ze besluiten 2 undercoveragenten in te zetten. En jij bent een van die 2 agenten? Ja. Ja. Laten we eens kijken. Hé. Hey. 1 ding. Op die camping gaat er naar mij luisteren. Wat? Nee, serieus. Als er iets voor de gasten en ik te respecteren is, dan vindt hij zijn vrouw niet onder controle. Het is geen spelletjes, oké? Ik heb ondertussen aflevering 1 bekeken. Meer kan ik nog niet zien, maar ik vond het al indrukwekkend, Tom, oprecht. Ja, merci. We kennen jou als natuurkracht, als tv-maker. Af en toe wel eens iets zien spelen. Maar zo de hoofd in een reeks, dat had ik nog nooit gezien. Nee, ik ben vroeger zo begonnen. Ik heb in Geslacht de Pauw meegespeeld. En, de laatste 10 jaar ben ik mijn eigen tv-programma's aan het maken. Tom Testroom, Wouters Versus Waas, Reizen Waas. En dat was wel op de achtergrond verdwenen. Mm-hmm. En nu kreeg ik de kans om iets terug te acteren. En, ik vind het fantastisch. Dus eigenlijk is het een oude jongensdroom? Ja, het is een oude liefde. Ja, een oude droom. Ja, ik heb dat vroeger ook nog gedaan. Zo. Ja. Lang geleden. Ja, daarover gesproken, Tom. Ja, dat denk ik al. Ik ben nu natuurlijk eens in het archief gaan opzoeken. Jouw allereerste keer op televisie, 24 jaar geleden, was ook als acteur. Je personage heette toen Woef. Dat is Tom zijn allereerste keer op tv. Dat is eigenlijk een historisch fragment. Fuck man. Ja. Dat had even goed de laatste keer kunnen zijn, denk ik. Ja. Je ziet toch hoe het leven soms vreemde wendingen kan nemen. Nu,
Ja, dat is uw absolute debuut, Tom, als acteur. En de Vlaming maakt daar kennis met een nieuw soort theater. Dat was ter zake ook opgevallen. Ja? Dirk Sterks, hoe heette dat ook alweer? Business Theater heet het daar. Faraday Aguirre ging kijken in Ternat naar een van de 41 voorstellingen. Geen Shakespeare of Blauwe Maandag Compagnie, maar scènes uit het leven gegrepen. Het leven van lassers en elektriciëns bij Belgacom. Kijken hoe het niet moet, leren hoe het wel moet. Klantvriendelijkheid. Het wapen waarmee Belgacom zijn abonnees aan het lijntje wil houden. Business Theater, Tom. Ja, dat was een nieuwe uitvinding. Ja. Dat was eigenlijk, dus je moet je voorstellen, 95 denk ik. Ja? Belgacom was de enige provider. Je kon alleen bij Belgacom een telefoon bestellen. Maar er werd wel, denk ik, in 95 ineens beslist, oké, de markt gaat opengaan. Ja. Dus er komen potentiële nieuwe aanbieders op de markt. Telenet, ondertussen weten we dat. Maar toen hadden ze daar ineens heel veel schrik van. Dus die, denk 28.000 medewerkers, mensen die in contact kwamen met klanten. Allee, dat heette de vorige klanten, dat waren gewoon aangeslotenen. Maar ineens moesten ze... Ja, die moesten klantvriendelijk zijn. Die waren dat niet gewoon. Vandaag als je... een gsm-abonnement neemt, hoe lang duurt het dan voor een aansluiting? 3 uur. Maximum, ja, maximum. Ja, toen was dat dikwijls dagen, weken, maanden. Ter illustratie, een klachtenbrief uit 1979 van mensen die net verhuisd zijn naar een nieuwe woonst. De RTT-bediende meldde ons dat we een wachttijd van 4 à 5 jaar mochten verwachten. Zelfs mensen die op sterven lagen kregen geen voorrang. Het antwoord van de RTT is verpletterend. Uw aansluiting is nog een jaar uitgesteld en daar is niks aan te doen. Of ge zou iemand moeten kennen, dan zou het rap opgelost zijn. Oh, allee. Ja, maar zo ging het vroeger. Dus je zei dat was nodig, hè? Dat was absoluut nodig, ja. Want de mentaliteit was van, ja, wat kunnen klanten doen? Ja, niks. En daar hadden ze heel veel schrik van. Dus ja, en dan, ik denk dat ze bij Belgacom dachten, hoe moeten we dat oplossen? 28.000 mensen opleiding geven. Dat lukt nooit. Ja. Dus we hebben in die 40 voorstelling... 28.000 mensen laten komen en dan een soort theater gespeeld. Ja. Dus wij speelden een onbeleefde technieker, een die veel te bang was, want dat de klant een baas was, dat mocht ook niet. Ja. En dan zoals het zo gezegd moest. Ja, laten we eens kijken. Ja, eerst toon je het publiek hoe het niet moet, hè. Wees nooit lomp en onbeleefd. Welkom, Stormzee, met het zien op de story. Als u zo vrij zou kunnen zijn om uw voeten te vegen. Madame, alsjeblieft, zeg, het regent. Ja, kijk, het werkt, want de techniekers herkennen zichzelf. Ja, maar echt. De telefoon is een paar keer op de grond gevallen. Plezant, hè? Is dat respect voor andere mensen materiaal, of wat? Ja, u gaat hem toch herstellen? Nee! Dat was de bagger. Ja. Overdrijven om indruk te maken. Zo werkt het. Ja, voor overdrijven en indruk maken, daar hebben ze Tom voor gebeld. Als u uw voeten zou willen vegen. De kinderen van mijn zus zijn gisteren langs geweest. De telefoon is een paar keer op de grond gevallen. En dan de oplossing, hoe het wel zou moeten. De telefoon is een paar keer op de grond gevallen. Toch, mevrouw. Ik heb zelf ook kinderen thuis. Ik begrijp dat perfect. Kijk, aan de hand van zeer herkenbare situaties worden de techniekers geconfronteerd met zichzelf. Zoals deze situatie. De dag dat je dochter trouwt, graaft Belgacom een put voor je deur. Wie gaat nu liggen staan hier? Ja, voor de garage. Ja, wat staat er in die garage? Ja, mijn auto. Wat staat er anders in de garage? Maar een telefoniebedrijf moet vooral verbindend zijn. Dus dit is de oplossing. Lang leven Belgacom. Eigenlijk mag het niet, denkt volk in je bedrijfswagen. Het land is koning. Ja, undercover laat wel nog 24 jaar op zich wachten. Dan ben je gelukkig. Nu, ik moet wel zeggen, je doet dat goed, Tom. Ja, het marcheerde hier in de zaal precies ook nog. Ja, het is wel veel slechter dan ik het in mijn herinnering had. Ja? Maar dat werkte wel. Maar dan, ik kijk verder naar die reportage. Je wordt ook geïnterviewd door Faraday Aguirre. Weet je dat nog? Dat weet ik echt niet meer. Wat mij daarin opvalt is... ja, amai, Tom, wat een ernstige mens. Alsof dat er iets te bewijzen viel. Zo het gevoel van... Dat kan ik me wel voorstellen. Laat het eens zien, ik wil het zien. Het was zo...
het was zo van, ja... Ja, ik ben een grote acteur. Ik doe normaal Shakespeare en grote artistieke projecten. Ja, als het u toevallig dat ik hier business theater doe en voor Belga kom en zo. Maar je gaat mij in de toekomst nog vaak interviewen voor grote projecten. Maar ja, ik doe dit als groot acteur en ik begrijp goed waarom, hoor. Ja. Ik hou mijn hart vast, jong. Het is niet de bedoeling om hier een artistiek stuk op te zetten met morele waarden en al die dingen. Ik vind dat je als prioriteit moet stellen dat je je artistieke pretentie als acteur moet laten vallen. Ja, ik veronderstel dat je dan hier je artistieke pretentie laat vallen. Waanzin. Ik herken mijn zoon. Serieus? Dat is onwaarschijnlijk. Wacht, fysiek of kwam er niet van? Fysiek, maar ook zo... Ja, soms... En Milo is 21 nu. Hij had overlast een brief geschreven omdat hij een stage moet doen. En hij kwam er zo wat declameren bij mij of dat hij een goede brief vond. Toen met heel hard aan denken. Ja? Dat ik zo'n serieus... Verschrikkelijk. Maar die artistieke pretentie die je moest laten vallen, daar schrok ik van. Ik denk dat we ons wel realiseerden hoe onnozel dat soms was. En dat we ons daar eigenlijk in een uitleg voor probeerden te excuseren. Okay. Ik denk dat het zoiets was. Waar ik van schrok toen ik het zag, was dat ik Tom niet zo kende. Tom is een super bescheiden iemand die programma's maakt voor een breed publiek met veel liefde en warmte, in alle bescheidenheid, maar niet met artistieke pretentie. Zo ken ik hem niet. Maar blijkbaar, ik heb eens gecheckt bij uw collega's, was dat iets waar je al jaren last van had, van die artistieke pretentie? Ik heb met Tom gewerkt als acteur toen hij nog onbekend was voor de zaak Alzheimer. Een piepkleine rol. Hij speelt een rijkswachter die Jan de Cler moet inrekenen. En zijn enige tekst is wapen neer. En dat was het probleem. Dat was echt het probleem. Dat was maar altijd wapen neer. Waarom zegt hij wapen neer? Waarom is die rijkswachter geworden? Waarom is die wie hij is? Wij gingen met Trigger Happy naar een shoppingcenter voor Borgen Camera Sketch draaien. En Tom was een kerstman en die zou een hert langs achteren nemen. Maar dan had hij dat kerstpak aan en ineens begonnen te dagen van... Ja, maar wat voor soort kerstman ben ik? En wat is deze relatie tot dat hert eigenlijk? Toch allemaal niet uit. We moesten dan een clip opnemen voor Dos Cervezas. En hij moest dan in die clip verschieten van Conchita die een snor had. Wat is met een band met die Conchita en ik snap dat personage niet. Ben ik in die snor met vader met wie ik een slechte band heb gehad? Ja, maar Tom, dat is niet flauw. Trek gewoon een onnozel gezicht. Ja, maar ja. Dat kan ik zomaar niet. Ik moet mij inleven. Zo doet Jan de Cler dat toch ook niet. En dan ook met Jan de Cler, ja, die lastig vallen. Het is inderdaad Jan de Cler, maar hij zegt, ja, wat vind je ervan? Totale paniek. Shit. Ik heb daar ooit Jan de Cler in de Veritas gezien. Ja, als die vandaag ook komt choppen en die ziet me dan dat dirt pakken, en dat denk ik toch allemaal niet zitten. Hè? Ik letterlijk heb gezegd van, jongen, steekt uw artistieke pretentie in uw gat. En dan moest hij beginnen kijken. En dan heeft hij het gedaan. Wapenier! Dan maakt hij die switch, die klik. Hè, en dan laat hij die artistieke pretentie vallen. Ja, en wat er dan gebeurt, ja, dat is magisch. Haar bovenlicht was goed gevoeld. Ik heb het eigenlijk wel gedaan. En je ziet, ja, Trigger Happy is vertrokken als een speer. Hè. Maar Tom, oprecht, ik ben u zo dankbaar, samen met de rest van Vlaanderen, dat je die artistieke pretentie hebt laten vallen. Ze is er niet meer. Ze is er niet meer. Ze is er echt niet meer. Of Barber van Assen. Wie rijdt er? Brum, 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 brum. Brum, brum. Voilà, Tom. Merci om ons zo vaak te entertainen zonder enige vorm van artistieke pretentie. En dat je het nooit zou vergeten in het doodsprintje. Oh ja, dank u. Artistieke pretentie. Alsjeblieft.
En we kijken uit naar Undercover nu zondag. Oh, merci, ik hoop de mensen ook nog nu. Mensen terugvinden die ooit op tv geweest zijn, daar kruipt ongelooflijk veel tijd in. Soms weet je niet hoe die mensen heten, waar die wonen. Dat is echt een afschuwelijk complexe zoektocht. Zo zijn we bijvoorbeeld nog dringend op zoek naar een meisje dat 26 jaar geleden op televisie te zien was. Graag uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. Dit kleine meisje werd 26 jaar geleden voor het laatst gezien in het gezelschap van een man van het type goedlachs en van een jongen met angstige aanblik. Op het ogenblik van de feiten bevond ze zich in een vermoedelijk iets te warme ruimte waarin een auteur enkele citaten uit zijn naslagwerk ten berde bracht. Alleen een kerk die weet wat zij gelooft en wat de onopgeefbare kernpunten hiervan zijn, heeft een boodschap voor de wereld om haar heen. Meneer de Raaf, hartelijk dank voor dit gesprek. Kent u het meisje of weet u hoe we haar uit haar slaap kunnen wekken? Laat ons zo snel als mogelijk iets weten. Ja, laat ons alsjeblieft iets weten via de social media van 1. Dat zou ons echt kunnen helpen. 28 jaar geleden kwam er een dame op tv en die wou de mensen graag bedanken. Mijn mannequins waren super. Hartelijk dank. Ze hebben heel hard gewerkt. We hadden trouwens waanzinnig veel problemen, veel accidenten. Ze hebben gewerkt met een bot aan. Ze hebben gewerkt met spuiten. Ze hebben accidenten van gekwetste armen. Alsjeblieft, dames en heren, een applaus voor mijn mannetjes. Wat nou? Dat ben jij, hè? Hola, jongens. Je bent bezig aan een tournee, zie ik. Fatna. Dat heb ik nog nooit gezien. Iemand die zo elegant valt. Je hebt het of je hebt het niet. Als je het ballet gedaan hebt hè, en je hebt dan zo die manier van... tot in de vingertoppen hè, en de voeten ook, dan moet allemaal in perfectie. En dan had ik hier mijn microfoon hier of daar, waar heb ik het? Hier rechts. En dan viel ik zo... Wam. Ik heb ook jaren moderne dans gedaan, maar als ik val, is dat lomp. En bij jou is bijna een choreografie, moet nog eens kijken. Ze hebben gewerkt met een bot aan, ze hebben gewerkt met spuiten, ze hadden accidenten van gekwetste armen. Alsjeblieft, dames en heren, een applaus voor mijn mannetjes. Kijk, hè. Voilà. Toen. Dat is toch perfect, hè? Dat is symfonisch beheerst vallen. Ja, genau, ja. Nu... Ja. Die elegantie, dat is bij jou geen toeval, hè? Dat vind jij heel belangrijk. Ja, het is toch essentieel dat alle jongeren en alle kinderen mooi zitten, ja, mooi staan en mooi lopen. Dat je niet moet, gelijk onze jeugd doen, zo. Hè? Als je daar tegen praat, of ze zijn op school, dan hangen die zo op dingen. En dan moeten ze plots iets schrijven. En hoe kunnen ze nu iets schrijven als ze hier zo rondhangen? Ja, dat is wat jou enorm stoort. Hè? Dan moeten die dus inderdaad. Dan nemen die hun hoofd vast. Hè? Omdat ze anders feitelijk niet kunnen beginnen om te schrijven. Hè? Ja. Tom, je voelt. Fatma heeft een missie. Hè? Dat is eigenlijk jonge mensen zeggen hoe ze goed moeten lopen en staan en zitten. Ja. Ze heeft ook heel vaak modellen opgeleid. En in de jaren 80 deed ze dat ook al. En toen had ze echt haar handen vol. We gaan over tot het aanleren van de trappen. Het is niet zo evident dat iemand mooi de trap op en af gaat. En we gaan het vanaf nu beginnen te studeren. Vanessa, mag ik jou nu vragen? Het is heel duidelijk dat wij met onze jeugd, die wij momentaan opleiden, een enorm werk hebben, kwestie van houding. Onze jeugd zit namelijk niet, ze hangt of ze ligt. En ze staat ook niet, ze hangt eveneens. Dat was een en al ellende. Hoe moeten we dan de trap goed afgaan? Ja, er zijn er spijtig genoeg 8 regels. Ja, 8? Voor de trap zullen we ze snel overlopen? Stap 1. De eerste regel voor iedereen is, als er een leuning is, wordt ze gebruikt. Oké, okay, stap 2. Als er geen leuning is, dan... gaat je voorzichtig
Nou, zo langs de muur, zo even steunen. Oké, stap drie. Dan, dat hangt af van de treden. De treden, nogmaals, in onze tijd zijn 24 centimeter. Maar die zijn oud, die zijn maar 18 als je pech hebt. En je zet je voeten niet schuin. Okay. Dan schuif je naar beneden. Ja. Ja? Schuin zetten. Genau, okay. Ja. En dan, genau, ik en zeg, dan, ja. Jawohl. Ja. En dan... Stap 4. Stap 4 is met de punten van je voeten naar de leuning, want anders loop je weg van de leuning. Ja? Ah, okay. En dan komt natuurlijk een mooie houding, een mooie rechte houding. Hm? Vandaag heb ik die niet, want ik ben van een trap gevallen verleden week. Serieus? Oei. Ja. Door die 8 regels niet toe te passen? Nee, jammer genoeg niet dat. Nee, omdat mijn venster, dat ding, hoe noem je dat? De klink. Venster. De klink, die was losgekomen en daarmee had ik dus een half van de klink in mijn hand en dan was ik rapper beneden als boven. Maar is dat geen regel dat je de klink niet mocht vasthouden onder de rug? Moest de leuning vasthouden? Dat is geen. Dus dan en daarbij een mooie houding en dan een mooie glimlach. Oké. Okay. Is toch goed, hè? Mooi. Zeker. En tegen dan is de middag ook al gepasseerd. En als ze iets vergeten, dan denk ik... Fatna, vroeger werd dat gewoon via tv aangeleerd. In de jaren 50 en 60 stond de VRT speciaal lessen uit voor vrouwen om te tonen hoe ze eigenlijk elegant door het leven moesten. Samen met deze elegante jonge dames bezoeken we een school te Brussel waar men de goede houding aanleert. Want dat vraagt heel wat oefening. Zoals de oefening wandelen met de gouden gids op het hoofd terwijl je een wandelstok draagt. En dat wandelen gebeurt altijd en overal met een glas cognac in de hand. Wanneer de arm geplooid is, houdt men de handpalm naar boven gericht. Deze juffrouw plaatst de voeten zoals het hoort, de tippen naar buiten gericht. De knieën mogen lichtjes tegen elkaar wrijven. Haar manier van wandelen is sierlijk. Mocht ze een broek aan hebben, zeker en vast. Er moest ook aan dames geleerd worden hoe ze correct in een zetel moeten zitten. Foei, die voet, zeg. Het is een uitlaatklep voor een heleboel spanningen. Je mag wel de benen kruisen op voorwaarde dat je de juiste wetenschappelijke formule gebruikt. De rechtervoet onder de stoel. Breng het linkerbeen over het rechter, zodanig dat de linkerknieholte zich rechts van de rechterknieschijf bevindt. Dus niet erop, want dat is fout, dames. Schuif de rechtervoet, de onderste dus, een weinig recht, zodanig dat de twee benen zich parallel bevinden. U kunt de elegantie nog verder drijven door uw voet naar de grond te richten, hetgeen het been langer doet schijnen. Ja, ook in het huishouden is het belangrijk om een juiste houding aan te nemen. Wat is er verkeerd in dit beeld? Ja, je zou denken, de man helpt niet mee afdrogen. Nee, het is haar houding. Kijk, belangrijk is dat je rug daarbij kaarsrecht in een hoek van 180 graden staat, terwijl je borsten een juiste hoek van 90 graden vormen. Houd ook altijd een honderdtal centimeter tussen neus en aanrecht. God, dat mag ik thuis toch eens afmeten. De vrouwere neus aan de lavabo. Het is misschien een idee om dit programma te hernieuwen, hè? Dan hebben alle Belgen daar iets van. Maar zou je dat zien zitten? Ja, ik zou dat heel graag doen. Nu, jonge mensen die zitten vooral op de social media. Ik heb zelf een Instagram-pagina. Mag ik daar een korte boodschap van jou op zetten, gericht aan de jeugd, met een korte tip van hoe ze zouden goed moeten zitten en moeten staan? Mag dat? Ja, natuurlijk. Ja? Oké, doe maar. Hallo, mijn beste vrienden. Als jullie iets willen worden... Als jullie iets willen worden, dan stel ik voor dat jullie een beetje nadenken hoe dat jullie zich presenteren. Ten eerste moet men luid en duidelijk groeten. Ten tweede moet je je houding verzorgen. Ja, dat bedoel ik. Ga even onderbreken. Social media. Social media is... Maar snel, dat is... Dat is. Dus... De jongeren zitten zo, hè. Enfin, zo. Dus, je moet de aandacht pakken, Fatna. Want jouw boodschap is belangrijk, dus kort en krachtig. Oké, dan doe ik het met een schreeuw, hè. Ja, oké. Ja. Recht gaan. Recht zitten. Niet liggen. En goed praten.
en je voeten mooi zetten als je een job wilt hebben. Amen. Wat voor nu? Dat is fantastisch. We hebben trouwens nog een cadeau voor de éénkijker. We bieden Vatna exclusief aan voor mensen thuis die het gevoel hebben dat hun broer, zus, vader, moeder, buurman, lief een slechte houding heeft. Stuur uw foto naar vanalgemeenuut.1.be of zet hem op Instagram met de hashtag #VaakVoorVatna. En dan komt Vatna persoonlijk bij jou thuis zeggen hoe het moet. Is dat oké? Dat is perfect. Ja? Mogen we jou dan bij de mensen thuis brengen? Je mag mij presenteren, maar niet verkopen. Zal er niet doen. Wat drink je graag, kwestie wat de mensen weten wat ze in huis moeten nemen? Fruitsap. Fruitsap, perfect. Later. Hartelijk dank, Vatna, missionaris van de elegantie. Dank je. Oei. Ze waren bijna weer gevallen, hè? Ja, ja. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond. U bent ook ooit op tv geweest, hè? Ja, inderdaad. Dat was 32 jaar geleden. 32 jaar geleden, ja. En u had er toen echt de buik van vol. Helemaal. Ja. Ja, dat bent u daar, bij de gynaecoloog. Ja. En u had toen een kindje in uw buik. Ja. Is dat er uiteindelijk uitgekomen? Ja, dat is eruit geraakt. Dat is eruit gekomen. Ah, fantastisch. Het was wel nog niet duidelijk of het een jongen of een meisje ging worden. Want er stond nog bij, je moet even meekijken. Kijk, daar stond Bart of Leen van der Linden. Dus het ging een jongen of een meisje worden. Ja. Kunnen jullie zien wat het zou geworden zijn? Vatna? Oh, salor. Wat? Speak English? Tom, zie jij iets? Met zijn benen niet fatsoenlijk naast elkaar, dus nu niet meer, denk ik. Jongen, ja? Ja. Ik zie het echt niet. We gaan eens kijken. Goedenavond. Goedenavond. U heeft geen idee waar u terechtgekomen bent, hè? Nee. U bent ooit op tv geweest, wist u dat? Nee, nee, absoluut. Nee? Nee. Ah, kijk. U was toen wel nog niet helemaal af. Kijk, achter u, dat bent u. Voilà. U was toen nog een foetus. Voilà. Oh. Heeft u dit nooit gezien? Nee, nee, nee. Nee? Nee, nee. Uw mama heeft dat nooit verteld? Nee, ja, maar ik ben een geheim. Alleen dat Leen. Oh ja, wij vroegen ons eigenlijk af of de jongen of een meisje geworden was Bart of Leen, maar het is dus Bart geworden. Ja, absoluut niet, absoluut niet. Of niet. Ah. Nee, nee, nee. Leen maar, toch niet? Maar, Lars. U bent Lars? Ja. Ja. Waarom geen Bart of Leen? Mijn man vond dat niet mooi, Bart. Ja? En hij werkte toen met mensen uit Zweden. En er was een Lars bij en dat vond hij mooier. Hey, dat is de beste naam die je ooit kon krijgen, hè, Lars? Ja, beter dan Bart of Leen. Mysterie opgelost, we gaan dat zo terug in het archief zetten. Nu weten we dat het niet Bart of Leen is, maar Lars van der Linden. Merci om dat op te helderen. Goedenavond. 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 En wie zijn jullie? Ik ben Karel de Meijer. En ik ben Denise Merge. Jullie zijn 44 jaar geleden op tv geweest in een quiz, hè? In de Beren-Boudewijn-quiz. De Beren-Boudewijn-quiz, ja, ja. Ken je dat nog? Ja, dat ken ik. Ja, ja, dat was een quiz met hele gekke prijzen. Ja. En de presentator toen was Berend Bariton Boudewijn. Waar bekende uw man aan u voor het eerst zijn liefde? Ik denk dat bij ons thuis was, achter de deur in de gang. Ja, dat is fout niets, want volgens Karel was het op een bal. Maar gelukkig gaan jullie niet met lege handen naar huis. Om de komende 10 jaar helemaal verzekerd te zijn, schenken wij u deze 50 zekeringen, oftewel stotsen, die u tot in lengte van jaren zekerheid over het licht geven. Ja, jongens, prachtige prijs en dat voor een fout antwoord. Ja. Stotsen, dat is, ja, wij noemen dat plons. Plons. Ja, ja. Wat ik me afvroeg, hebben jullie die effectief mee naar huis gekregen? Wij hebben die mee naar huis gekregen. Dat waren verschillende zekeringen, dus de sterktes. Ja. En in mijn garage had ik nog zo'n kast staan. Ah, dus jullie hadden al elektriciteit in 75? Nog niet lang, hè? Maar daar heb ik wel een deel kunnen van gebruiken. Maar er waren wel mensen die dat programma gezien hadden. Ja? En regelmatig kwamen ze wel eens aanbellen van Karel. Ah, de mensen wisten dat jullie met die 60 plons... Ja, dat is wel redelijk veel, hè. Dus je bent ze uiteindelijk wel kwijtgeraakt? Ja, ze zijn allemaal opgebruikt.
Mag ik eens een heel technische vraag stellen, Denise? Ja. Waren dat plons met een tweedelige schroefveiligheid? Dat weet ik niet meer. Ik weet dat ik er ooit is. Dat was er met draadjes dat je dat moest gaan zetten. En dat de plooi gesprongen was. En hij kon het niet. Ik heb het moeten repareren toen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat automatisch. Wat waren effectief plons met een tweedelige schroefveiligheid? Dus dat was een fout antwoord. Alweer. Ja. Dat levert gelukkig wel een leuke prijs op. Want wij hebben hier bij de VRT vandaag ook nog altijd plons. Ja. Kijk, we hebben hier een zevental plons, de gekke kikker. Ja. Voilà. Dat is voor jullie. Voilà. Niks zo plezant voor kindjes als de springende plons. Merci, Denise en Karel. Oké, dank u. Dank u. Op 7 januari 1991 gaat er op de VRT een gloednieuw consumentenprogramma van start dat op de koop toe heet. Goh. Hartelijk welkom, dames en heren, bij het nieuwe consumentenprogramma op TV1. In het midden van de studio staat de centrale presentatieset en daar zit Rita van Eijgen. Zij zal samen met mij het programma presenteren. En Rita, wat zit er vandaag in ons programma? Wel, in deze uitzending zullen wij het hebben over plastiek geld of betalen met magneet- en kredietkaarten. Hoe werkt het systeem? Ken je dat nog? Kredietkaarten en magneetkaarten? Nu wel. Ja, ook. Toen niet. Maar het programma op de koop. Ja, absoluut. Ja, dat heeft jaren gelopen. Dat was jij, Rita. Ik herken mezelf toch nog altijd. Ja, inderdaad, Rita. Rita, ik haal je naar hier. Welkom in de zetel, Rita. Steven, goedenavond en dank u voor de uitnodiging. Maar met veel plezier. Hallo. Het is een eer dat je hier nog eens terug wil zijn. Ja, ik vind het tof. Het is toch bijna 22 jaar geleden, denk ik, dat ik nog in een tv-studio ben geweest. Ja, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Toen was hij nog honden aan het nadoen in de business. Ja. Rita, ja, jij weet dat als geen ander, de VRT heeft heel wat opdrachten, heel wat taken. En een van die taken is natuurlijk, en dat is altijd zo geweest, het informeren van de consument. Absoluut, ja. Wat moesten we allemaal doen? Productinformatie geven, een beetje juridische bijstand, als ik dat woord mag gebruiken. Als je iets fout gedaan hebt, dan moest er advies gegeven worden. Hè? Ja. Mag ik nu eens iets heel persoonlijk zeggen? Oei. Dat is zo aangenaam om uw stem terug te horen. Is dat waar? Ja, die is zo warm en die voelt zo vertrouwd aan, alsof die nooit weg geweest is. Ze klinkt toch nog niet zoals La Estrella. Ja. Totaal niet. Als je ouder wordt, wordt je stem dieper ook. Het is exact hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. Ja, nee, dan is het goed. Nu, ja, eigenlijk werd er aan jou en Emiel gevraagd om een consumentenprogramma te maken. Jullie gingen in 1991 van start. Dat klopt, ja. Maar goed, in 1991, Tom, was de wereld ineens veranderd. Ja. Ah ja, komst van VTM. Ja. Zou wel zijn. Ja. Dus je moest even een tandje bijsteken. Ja. Want daarvoor was er enkel de openbare omroep, die zijn best deed, die misschien wat grijs was in vergelijking met VTM. VTM kleurde je dag, hè. Alles was kleurrijk en aantrekkelijk en ontspanning en plezant. En ho, plots werden de kijkcijfers gigantisch belangrijk. Hè. Wie de meeste kijkers heeft, wint de tv-avond. Dat is toen ontstaan. En dat is eigenlijk meteen duidelijk. De eerste avond toen VTM startte, wat de BRT laten zien dat ze er nog stonden. Er is gisteravond veel meer dan normaal naar tv gekeken. 3/4 van de Vlamingen zat voor het scherm. De kijkdichtheid van BRT en VTM was gisteravond ongeveer gelijk. Maar de Vlamingen vonden het BRT-nieuws beter dan dat van VTM. Eindstand dus 0-0. Ja, je zegt al oorlog, hè? Eindstand 0-0. Na avond 1. Goed, ze waren daar nog een beetje aan het bluffen, Rita. Want 1 op 3 kijkers waren plots weg, hè? Die waren naar VTM. Ik heb die tijd meegemaakt, ja. En de overstap ook van een aantal coryfeeën die naar VTM gingen. Het huis van vertrouwen liep leeg. De kijker liep weg, dus ja. De BRT moest iets doen of ze waren al hun kijkers kwijt. En dan hadden ze nog eens die opdracht om de consument te informeren. Mm-hmm. En die was meestal, voor op de koop toe, kurkdroog. Het was gewoon puur kijker waarschuwen voor de gevaren. Bijvoorbeeld, de aankoop van een stereo-installatie kan voor heel wat narigheid zorgen. De aankoop van bijvoorbeeld een stereo-installatie kan voor heel wat narigheden zorgen. Er zijn de kleine lettertjes van de koopovereenkomst die je niet hebt gelezen.
Er is de garantiekaart die u achterloos hebt ondertekend. Er is de eventuele afbetaling die een beetje zwaar begint door te wegen. Net zoals het programma zelf. Hè. Ja, dat was dus waar de BRT stond. En dan moest ineens kleurrijker. En toen hebben ze eigenlijk de Rita en Emiel van de consumentenprogramma's gebeld, namelijk Rita en Emiel. Ja, en ere wie ere toekomt, het format was van Emiel Goelen, de titel is van Emiel Goelen. En hij was ook de man die zei, ja, dit moet hier veranderen, want anders kunnen wij niet concurreren met wat om 10 uur 's avonds op dat tijdslot uitgezonden werd. En dat is wat Emiel en Rita eigenlijk met glans gedaan hebben. Ze beseften, als het bij VTM ingekleurd is, bij ons ook. Ja. Kijk, Rita kleedde zich opvallend kleurrijk in tegenstelling tot Emiel, dus kon die niet achterblijven. En niet meer kunnen verkocht worden. Afvalbare autobedekkingen naar beneden. Lichte wandelschoenen, verschillende soorten van gewone joggingschoenen. Om zo smakelijk als mogelijk te zijn, ging Rita in zee met een sponsor. Deze week was dat Mon Chéri. De week nadien werd ze gesponsord door de technische dienst van de RTT. En ook nog eens door Circus Malters. En Emiel die lokte elke week de kijker met een wervende slogan. U kijkt toch ook, ja. Voilà. Maar wat is dat nu precies, het indexcijfer, en hoe wordt het gevormd? Ja, voor droge onderwerpen zoals de index werd de minst droge financiële expert van de VRT afgevaardigd. Beste mensen thuis in de huiskamer, dus de mensen zijn niet zo goed op de hoogte van de index. Dat kan ik niet beantwoorden, Eddie. Dat kan ik niet beantwoorden, want daar weet ik niet veel van. En als het over softijs ging, liet jullie dat ook soft blijken. Ja, ja, en dan nu de conclusies van deze test van schep en softijs. Prijzen vergelijken was niet echt de bedoeling. Waanzin. We lachen ermee, maar uiteindelijk was het wel grappig. En was het... Ja, we legden de mensen toch uit wat moeilijk is. Weet jij wat de index is en wanneer hij over de spilled index overschreden wordt? Voor die aflevering niet. Na die aflevering was het... Wist het wel. Dan was ons doel bereikt. Ja, voilà, voilà. Nu, met of zonder. Jullie deden zeer goede pogingen, Rita. Maar de strijd tussen BRT en VTM die was bikkelhard. Tom, wat doe je als je voelt dat je concurrent heel sterk is? Wat doe je dan? Nog harder terugvechten? Ja. Een mogelijke tactiek is de concurrent eigenlijk zwart maken. Ja. Dat is wat jullie gedaan hebben, namelijk VTM, Rita, dat was reclame. Mm-hmm. En jullie wilden de kijker waarschuwen, pas op met die reclame, want reclame is meer dan afwassen alleen. Hè. Dat wou VTM ons wijsmaken. Die reclame, dat is misleidend. Mm-hmm. Hè. Ja. En die gebruiken zoveel mogelijk bloot en seks daarbij VTM om te verkopen. Zo is dat. Ja. Dus jullie trokken er stevig aan. Aan de alarmbel. Ja. Een blote borst trekt de aandacht. Naakte mannen of vrouwen zijn leuk om naar te kijken. Erotiek prikkelt ons. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de reclame hierop inspeelt. Bloot en erotiek zijn zo'n elementen die er te pas en te onpas worden bijgesleurd. Wat is bijvoorbeeld het verband tussen mooie vrouwen of naakt en auto's? Soms is er geen verband, waardoor de seksuele elementen in een reclame totaal absurd zijn. Om zich te onderscheiden van de concurrentie gaat men echter altijd verder en verder. Om origineel te zijn en te provoceren zijn sommige reclamemakers blijkbaar verplicht om naar misplaatste provocatie te grijpen. Dat zijn duidelijke waarschuwingen, Rita. Absoluut. En dat is wat jullie moesten doen. Ja. Ik bedoel... Ik vind het wel grappig om het terug te zien. Is echt, ja? Ja. Ja, maar ja, je moet dat goed in zijn context plaatsen. Week na week probeerden jullie te vechten tegen die concurrentie. Jullie sloegen keihard terug, want de VRT stond op het spel. Ja, Tom, als de concurrent bloot en seks laat zien, hoe sla je dan terug? Ook bloot en seks laten zien? Zou je dat denken? Ja, alleen... Met gelijke middelen. Dan. Nog een beetje mooier. Maar jij toch niet, Rita? Nee, nu. Ja, en zo gebeurde het dat het informatieve op de koop toe de geschiedenis inging als het VRT-programma met het meeste bloot in aller tijden. Als u klaar zit, dan kunnen we vertrekken. Eenmaal aangekomen op de kamer geniet Emiel van een typisch Spaans welkomstdrankje. Op het terras heb je zicht op zee of op de tuin of het zwembad. En toevallig ook op zicht op blote borsten. De tuin is prachtig verzorgd en geeft een gevoel van privacy. Zeker, want... U kijkt toch ook? Ook als het over de hotelfaciliteiten gaat, zien we borsten. De lichtzetels, matrassen en parasols zijn zowel op het strand als aan het zwembad gratis. Wat uitstekend is.
Gelijkelijk onderwerp was een goed excuus om bloot te laten zien. Tegenwoordig kan je voor ongeveer 30.000 frank al een camcorder kopen. Of je dan ook waar voor je geld krijgt, dat ziet u in de volgende test. Maar als kijker krijg je meteen waar voor je geld. Als we de markt uitpluizen, blijken er nogal wat toestellen identiek aan elkaar te zijn. Week na week rolden tientallen vrouwenborsten over het scherm, maar ook de mannenborst kreeg zijn plaats in het programma. Er waren ook ogen op de mannenpoep. En zelfs de mannelijke penis werd in de slag om de kijker niet geschuwd. Allemaal blote piemels, want... U kijkt toch wel. Gelukkig waren het niet altijd vuile piemels, soms waren het ook propere piemels. Ja, soms ging het heel ver, maar dan waarschuwde Rita gelukkig de kijkers. Kijkers die deze beelden storend zouden vinden, of die niet wensen dat hun kinderen, die op dit ogenblik meekijken, deze beelden zouden zien, vragen we nu even naar TV2 over te schakelen. Ja, eens kijken wat er toen op TV2 te zien was. Ik heb een stukje pensie als op twee. Niet uit te vallen. Dat herinner ik me zelfs niet meer. Ja, dat noem ik nu strijden met gelijke wapens. Ja, dat vind ik ook, maar stond ook in het scenario. Emiel zei altijd, komt terug met veel SBB's. Schone, blote borsten. Serieus? Ah, dat stond zo in het scenario? Stond zo in het scenario, ja. SBB? SBB, ja. Ah, kijk. Het verkoopt, hè. Het verkoopt. En voor alle duidelijkheid, mensen die het programma nooit gezien hebben, het was natuurlijk veel meer dan dat. Ja. Het was een fantastisch, informatief, entertainend, leuk, degelijk consumentenprogramma. Ja. En kijk eens wat dat opgeleverd heeft, Rita. Wie wint er de slag om de kijker? Op de koop toe, week na week. Won op de koop toe de slag om de kijker. Toen werd het wel leuk, want als je veel bekeken wordt, krijg je invloed, heb je ook een beetje gezag. Is dat zo? En tel je mee. Ah ja. Zo, zeg je. Ja. Ah, bon. Tijden zijn veranderd. Ja, wat het consumentenprogramma betreft. Het ging over de gevoelige plek van iedere man en vrouw. En we hebben er maar één, dat is onze portemonnee. Dat is waar, daar zijn we supergevoelig aan. Absoluut, ja. Rita, ja, dankzij jou is er nog een VRT. Hebben wij allemaal een job? Ja. Dat was niet evident. Eigenlijk ben jij een oud-strijder in de eerste slag om de kijker. Ja. En wat dat betreft willen we als VRT toch iets terugdoen. Iets om het te herdenken. Mm-hmm. Kijk. Rita. Steven. Door week na week tijdens die bikkelharde concurrentie stand te houden vanuit de loopgraven van de openbare omroep, daardoor is de VRT vandaag een succesvol huis. En daarvoor willen wij jou huldigen, opdat niemand ooit zou vergeten wat jij samen met Emiel gedaan hebt. Dat is mooi. Ere aan hem. Hij is er niet meer, maar alle eer aan hem. In gedachten is hij erbij. Ja. Ben je benieuwd? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ja. Dit is een klein herdenkingsmonument. Mag ik straks aan jou vragen om dat met een juiste snok te onthullen? Ja. Een korte, hè. Concurrentie met VTM, hè, jongens, want daar... Goed, Rita, we maken het eerst even wat spannender. Ja. In naam van de VRT, Rita, dank u wel. Trek maar. Ja. Voilà. Voor jou. Alsjeblieft. Dank u. Een stukje. Schoon, hè? Ja, schoon. Ik vind het prachtig. Mooi, hè? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het prachtig. En welke cup is het? Mooi. Ah, nee, dat zijn ogen, hè? Ah, dat zijn ogen. Rita, zeg alsjeblieft. Ja, maar ja. Je hebt me daar straks verteld dat het jouw laatste keer op tv gaat zijn. Hè? Ja, het zal wel. Rita, toch? Wat een zonde. Dat is doodzonde. Ja, even zo gaat dat. Ja, ik ben al 5 jaar gepensioneerd, dus. Ja, maar we respecteren dat. Reden te meer om er een feestje van te maken. Ja. Rita, ongelooflijk merci voor alles wat je gedaan hebt. Graag gedaan. En daarom voor jou speciaal feest. Dank Rita. Volgende week donderdag is er een nieuwe aflevering van Van Algemeen Nut. Rita, wil jij het nog één keer zeggen? U kijkt toch ook? Merci, goedenavond. Ah ja, we hebben
nog hapjes ook. Er zijn nog hapjes ook. Wat moet ik daarmee doen? Ja, dankjewel.